je contact met je hond, ook buiten of los in het bos, dan is de oefening bowlen en zijn varianten daarop iets voor jou. De wereld zit vol afleidingen en voor een hond ben jij heel erg voorspelbaar. Door de oefeningen door elkaar heen te gaan gebruiken, blijf je verrassend en onvoorspelbaar voor je hond en heb je gegarandeerd contact. Oefen de stappen die je ziet in de video, ga ze met elkaar combineren en vergeet tussendoor niet te belonen met spel. Veel plezier ermee. Gooien. Gooien, dat is stap 1. Stap 2, van voor naar achter. Van voor naar achter. Van voor naar achter. Hij mag lekker zoeken. Oh, nou was ik te vroeg met gooien. Oké, nou, de laatste stap. Lege hand, van voor naar achter naar links. Van voor naar achter naar rechts. Van voor naar achter. En naar links. En dat was hem.